Oké, dit is even een testje hoe je met een smartphone gewoon een videootje opneemt. Ik ben mensen dat ook aan het leren in mijn netwerk en dan het videootje direct op YouTube te zetten. Dus er zitten allerlei technisch geneuzel aan vast, maar het is heel erg mogelijk. En dit is even een videootje wat je ook direct al uitlegt hoe je met 5 stapjes het grootste netwerk in de hele wereld neer kunt zetten en commissies kunt verdienen, mocht je dat willen. Die 5 stapjes zijn mij ook maar geleerd door Andy Weikinger. Hij is de sales director van Bonova en Cube7. En hij heeft ons achter de schermen deze 5 stapjes geleerd, waar hij zelf ook enorm succesvol mee is geweest en nog steeds. En wat hij ook wilt dupliceren om hele grote teams op te zetten wereldwijd. Dus de 5 stapjes van Andy Weikinger, die je gaan brengen tot een wereldwijd succes online geld maken gedoe, dat zijn 1, 2, 3, 4, 5. Pre-kwalificatie, dus pre-kwalificeren. En dat betekent dat je gewoon met mensen gaat babbelen, iedereen die je kent. En uiteindelijk ga je gewoon de vraag stellen, sta je open voor een manier om geld te verdienen online? Wil je je leven verbeteren? Wil je misschien een auto kopen? Weet ik veel wat. Maar er moet een ja-knik antwoord van komen. Dus wanneer mensen ja zeggen tegen het openstaan om geld te verdienen of een betere levensstijl of andere mensen te helpen of de hypotheek af te betalen, wat dan ook, je moet een reden hebben. Dus wanneer mensen een reden hebben om in ons team deel te nemen, ga dan door naar het volgende stapje en dat is uitnodigen. Zodra je ziet dat die mensen een reden hebben, dat je iemand kan helpen zijn leven te verbeteren of meer geld te verdienen of wat dan ook, dan nodig je ze uit. En dat is de tweede stap. Nodig ze uit, trek je agenda of zet op je smartphone een datum en maak een commitment, hè? Doe het 100%, dus 100% pre-kwalificeren, 100% uitnodigen naar een webinar online of een presentatie in een van de zaaltjes die we huren of hebben. En dan geef je ze gewoon een uitnodiging daar naartoe en zorg je ook dat ze er zijn. Je begeleidt ze daar naartoe. Desnoods zet je ze achter in de auto en zeg je, luister, doe de auto. Hij zegt ook, doe de auto op het kinderslotje en reis ze naar een webinar, naar een seminar. En geef ze gewoon de mogelijkheid om geïnformeerd te worden. Derde stapje dus informatie. Nadat je ze uit hebt genodigd, dan geef je ze op die uitnodiging, of dat nou een webinar is, of een videopresentatie, of een seminar in een van de zaaltjes en de ruimtes waar we informatie verschaffen, geef je ze 100% informatie. Nou, die 100% informatie moet goed zijn. Wat het netwerk is, wat de commissie-uitbetaalsystemen zijn, wie de eigenaren zijn, de visie, hoe dat allemaal in elkaar zit, de trainingen en dergelijke. En je geeft simpelweg 100% informatie, zodat mensen hun eigen beslissing kunnen nemen. En dat je niet mensen in je netwerk krijgt waar je hoeft te porren en te overtuigen en al dat geneuzel. Mensen moeten zelf geïnformeerd zijn om zelf een beslissing te nemen, om dan het vierde stapje te ondernemen, wat registratie is. Dus zodra ze 100% geïnformeerd zijn, dat ligt echt aan ons om dat goed te doen, dan registreer je ze, dan begeleid je ze gewoon naar de pagina op je Bonova website waar de registratiekeuzes op staan en help je ze even te registreren. Dat is zo gebeurd. Laat hun zelf een keuze maken. Probeer geen grote pakketten te verkopen aan iemand die maar weinig geld heeft. Laat ze zelf groeien en bloeien. Je helpt ze met registreren en heb je gewoon een teammember erbij. Het vijfde stapje is duplicatie. De 1, 2, 3, 4, 5 stapjes dupliceer je gewoon. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. En dan zul je zien dat je commissie gaat ontvangen en daarna feest kunt gaan vieren. Registratie, duplicatie, dat zijn snelle methodes. Die duplicatie kun je natuurlijk ook doen door bijvoorbeeld zo'n videotje zoals ik hier op te nemen. Of je teammembers te leren die 5 stapjes te doen. Dus de duplicatie kan op vele manieren gebeuren. Kan je ook webinars overgeven of seminars of video's van maken of wat dan ook. Websites of pagina's of op Skype of achter in Bonova de website zelf. Webinars organiseren en events organiseren. Dan simpelweg zul je commissies gaan verdienen. Want dat heb je dan ook verdiend. Blijf bij die 5 stapjes. Laat ook echt de informatie en zo over aan diegenen die het weten en kennen. Dus gebruik je upline of je teammembers die daar goed in zijn. Registreer mensen, dupliceren. Verdien commissies en vier feesten. Je kunt het ook andersom doen. Je kunt natuurlijk ook al eerst een doelstelling zetten. Iets om te vieren. Dus bijvoorbeeld een lekker etentje of een iets grotere auto of een leuk pak of naar de sauna of wat dan ook. Dat zet je als doelstelling en dan ga je 1, 2, 3, 4, 5 doen. Totdat je je commissies binnen hebt en dan via feest. Dus
met de celebration, met het feest of met de beloning, ja, geëtst op je netvlies, ga je 1, 2, 3, 4, 5 doen en je zult zien dat je dan heel veel succes gaat boeken. Dat was het eventjes. Nou, diegenen die dit door willen geven aan teammembers, gebruik je social media platforms door het delen linkje te openen onder dit YouTube videootje en het op je social media platform knoppen te drukken en te delen. En mocht je meer informatie nodig hebben, dan staat hier wel ergens, hier staat mijn telefoonnummer nu, dat zal ik er wel opzetten. En mijn Skype naam, dat is gratis, kun je gewoon 24 uur per dag. Wanneer mijn groene lichtje aanstaat, mijn Skypen, gratis. En natuurlijk ook ons ontmoeten en ons team ontmoeten in de zaaltjes of op de webinars. Dan zie ik je wel op de stranden van de wereld. Tot ziens. En gebruik je smartphone om video's te maken. Dat scoort nou eenmaal 30-70% meer. Uploaden op YouTube, goede linken eronder. En voilà. See you later. Tot ziens. Dag.